Heeft u een medisch probleem of een klacht, dan vraagt u zich misschien af of u ermee naar de huisarts moet. Of dat u er zelf iets aan kunt doen. Belt u de huisartsenpraktijk, stel uw vraag aan de assistenten. Zij kan u vaak al helpen met informatie en adviezen. Ook kan zij vertellen of u het beste wel of niet een afspraak met de huisarts kunt maken. Gaat u naar uw huisarts, bedenk dan vooraf waar u precies last van heeft, waar het zit en hoe lang het al duurt. Denk ook even goed na over wat u wilt vragen. Schrijf de vragen eventueel op. Gebruikt u medicijnen waarvan u denkt dat de huisarts het nog niet weet, schrijf die dan ook op. Denk ook even na over wat u eigenlijk wilt van uw huisarts. Wilt u alleen even praten? Bent u bang dat u iets ernstigs heeft? Wilt u gerustgesteld worden? Wilt u onderzocht worden? Wilt u medicijnen of juist niet? Of wilt u bijvoorbeeld weten of u wel gezond leeft? Heeft u meer dan één klacht of probleem of heeft u een groot verhaal? Maak dan een dubbele afspraak. Voelt u zich onzeker of bent u bang dat u dingen tijdens het gesprek met uw huisarts vergeet? Neem dan iemand mee. Leg uit wat u denkt, wat u voelt en hoe het voelt. Het is belangrijk dat de huisarts uw klachten goed begrijpt. Vertel wat u zelf al heeft gedaan om de klachten te verminderen. Samen met uw huisarts gaat u op zoek naar het antwoord. Daarbij kan het helpen als u ook de omstandigheden noemt. Bijvoorbeeld, we waren in een tropisch land. Of ik kreeg allemaal vlekjes van die medicijnen. Of het komt in mijn familie wel vaker voor. Uw huisarts heeft geheimhoudplicht. Dat betekent dat u hele gevoelige, vertrouwelijke dingen die u aan niemand wilt of durft te vertellen, met uw huisarts kunt bespreken. Het is bij uw huisarts veilig. Moeilijke vragen, lastige vragen, geheime vragen of handige vragen? Twijfel niet, maar stel ze gewoon. U heeft als u erover nadenkt vast al wel een rijtje vragen paraat. Zo is er een goede kans dat u achteraf kunt zeggen: goed gesprek gehad met mijn huisarts.